net dat Brecht zegt, we gaan maar 10% in aandelen steken, zie ik aandelen net als iets om je vermogen in te beschermen. Ik heb absoluut geen geloof in cash. Ik denk dat cash het slechtste is dat je eigenlijk kunt bewaren, terwijl de macrotrendspyramide daar 30% in steekt. Waarom? Omdat cash eigenlijk heeft geen waarde. De waarde wordt bepaald door de overheden en ik heb absoluut nul vertrouwen in de overheden. Dus dat is eigenlijk het eerste punt. Daarmee ook dat ik eigenlijk wil ingaan op beschermen van vermogen via aandelen. Ik kom straks nog wel eens even terug op de titel van het boek. Waarom beschermen via aandelen? Dat komt bij mij eigenlijk op één ding neer. Dat is het eigendomsrecht. Als we het eigendomsrecht gaan aanvallen, dan zitten we met een heel groot probleem. Het eigendomsrecht is iets al van de middeleeuwen. En sindsdien zijn we eigenlijk ook er altijd op vooruit gegaan. Sinds de middeleeuwen. Enkel en één door dat eigendomsrecht. Heeft in de eerste plaats te maken met het pachtrecht van de boeren. Dat pachtrecht zorgt ervoor dat de boeren zeker zijn dat hetgeen dat ze produceren, dat dat van hen is en dat dat niet gewoon kan geconfiskeerd worden. Verder, het vruchtgebruik is eigenlijk een gelijk iets. Het eigendomsrecht vloeit daar ook uit voort. Als je de wetcodes zou gaan nalezen, merk je dat dat eigenlijk de juiste volgorde is. En dan volgen ook intellectuele eigendommen en patenten. Als we de dag van vandaag daar iets aan zouden gaan tornen, dan hebben we een veel groter probleem. En dan heb je eigenlijk, hetgeen dat je verstopt hebt, je goud, dat is van u. Maar voor de rest heb je gewoon een hoop wapens nodig om je grond te verdedigen en hopen dat je dan genoeg groenten en fruit kunt telen om te overleven. Dus dat eigendomsrecht, dat zie ik niet gebeuren dat er ooit echt aan getornd geworden in onze huidige maatschappij. Dat is natuurlijk altijd een veronderstelling, maar zelfs als we daar aan gaan tornen, dan zijn al onze obligaties en zo er ook allemaal aan voor de moeite. Waarom dan naar aandelen gaan? Omdat die aandelen, die hebben een bepaalde waarde. Die waarde wordt bepaald door de geldstromen die ze in de toekomst opleveren. Maar die geldstromen, dat maakt eigenlijk niet uit in wat dat is. Wat dat nu in euro is, in dollar of in de Phoenix, het maakt eigenlijk niet uit. Die geldstromen, die zijn er jaar op jaar, omdat wij als consument bij die bedrijven kopen. En dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste. Dat eigendomsrecht en die aandelen, het rendement dat eruit komt, dat is van ons. Daar kunnen ze niet aankomen. Ze kunnen wel enorm gaan belasten. Maar die eigendom aanvallen, dat is nog een heel ander verhaal. En ik heb vandaag eigenlijk maar één echte boodschap dat ik wil meegeven, omdat ik regelmatig ook het waardebeleggen, dat gaan uitleggen, dan heb ik een uur nodig en dat is wat veel. Dat vraagt ook veel werk en dat is iets dat ik soms veel mensen niet zien zitten. Maar het kan ook gemakkelijker, naast het lezen van Smart Capital. Zijn er de holdings. En wat is een holding? Dat is uiteindelijk een beursgenoteerd bedrijf dat zelf belegt in andere bedrijven. In Nederland denk ik dat het vooral portefeuillemaatschappijen worden genoemd. Maar in essentie, wat doet je daarmee? Je steekt je geld naast dat van de rijke mensen. Want elke holding is ontstaan vanuit een familiekapitaal en is zo gegroeid. En wij kunnen daar als kleine belegger aan meedoen. En het leuke daaraan is dat we dan wel in de piramide goed zitten. Want ik zeg de private equity op 20% staan, maar ik ben nu zelf heel veel bezig met beleggen. We zijn een fonds aan het opstarten en gewoon al de structuur rond, het is enorm moeilijk. We zijn er 18 maanden mee bezig, dus als je in private equity nog goede investeringen wilt doen, dat wordt echt een heel moeilijk verhaal. Als Brecht ze niet brengt, eigenlijk komt het erop neer dat u er niet gaat aangeraken. Zij wel. Zij krijgen gewoon wekelijks massa's dossiers op hun bureau gegooid, waar ze echt dus moeten gaan selecteren. Ze halen de pareltjes eruit. En dat is het leuke, vind ik, aan holdings. Dat zijn op zich waardebeleggers die dat al het beleggen voor u doen. Binnen Smart Capital is er ook een deel van de portefeuille dat daar specifiek voor bewaard wordt. Enkel en alleen voor die holdings. Naast die holdings uiteraard ook nog in de waardeaandelen. Gewoon met de één leuk is om te doen en uw rendement wel nog flink kan verhogen. Maar ik volg die holdings al van 2004 voer ik al elke 2 jaar een studie uit. En die holdings die hebben eigenlijk in elke periode gewoon de indexen al verslagen. Dus de passieve fondsen en zo, daar ben ik absoluut geen voorstander van. Ik vind dat zelfs een heel gevaarlijk gebeuren aan het worden. Tenminste niet meer weten in waar ze beleggen. Maar die holdings die doen het beter. En daarmee dat dat in Smart Capital eigenlijk de basis is van de portefeuille. Al hetgeen dat je erbij gooit, is een extraatje. In dit geval zou ik eigenlijk ook zeker als je zegt private equity, een Sofina bijvoorbeeld, die zitten in private equity bedrijven waar wij nooit kunnen tussen geraken. Die hebben onlangs heel flink gecashed op een Indiaans bedrijf, Flipkart. Dat was 8 miljard is er overgenomen geweest. Een scholengroep waar ze in zitten. Exclusieve scholen, echt voor de rijkste der aarde, waar enorme toegangspremies voor worden betaald. Ook weer iets waar wij geen toegang toe hebben.
En zo zit het eigenlijk vol. Een Ackermans van Aare. Dat is misschien een van de bekendste Belgische holdings. Ja, misschien eerst nog zeggen, Sofina is de familie Boel. Uiteindelijk ligt je geld dus naast een van de rijkste adellijke families. Als er echt iets komt en ze gaan heel het systeem resetten, dan moet er zeker van zijn, die komen er als een van de beste mee uit. Een type, niet dat België veel te zeggen heeft, maar in België hebben die wel het mee voor het zeggen. Ackermans van Aare is dan familie Bertrand, familie Delen. Nog een aantal die dat, ja, uiteraard Ackermans en Van Haren, maar ook een aantal die dat wij liever wat stiller blijven. Ook daar, die hebben topbedrijven in portefeuille. Een deel kunnen ervan op de beurs kopen, maar ook weer terug een deel private equity eronder. Bij Ackermans van Aare belicht je in bagger, bankje. Misschien helaas wel die kleinere bank die dat het gelag gaat betalen, Bank Delen en Bank van Breda, ondernemersbank. Hal Investments, Nederlandse groep, net hetzelfde, dat is de familie van der Vorm. Ook weer terug, steenrijke familie, die dat ook wel politiek hier en daar wel ergens iets kunnen bepalen. Investor is ook een holding dat we strikt opvolgen bij Smart Capital. Dat is een Zweedse holding dan. En dat is de familie Wallenberg. Die bezitten eigenlijk bijna half Zweden, half beursgenoteerd Zweden. Daar zitten ze wel voor iets meer tussen. Ericsson, Atlas Copco, Saab, het zijn ABB, SEB Bank, maar nog allemaal niet. En het leuke aan de deze is ook, want ik sprak net over over passieve fondsen. Passieve fondsen die hebben eigenlijk het voordeel dat ze een heel lage kost hebben. Actief beheerde fondsen, dat kan soms de spuigaten uitlopen. Maar die passieve fondsen zitten nog 0,2, 0,3 kost vaak. Als je de holdings gaat bekijken, Sofina hier op het bord is de duurste. En tot hiertoe ook de duurste dat ik ben tegengekomen met een kost van 0,5% beheerskost. Investor AB doet het voor 0,11. Een professioneel beheer dat je niet kunt inkopen als particulier, gewoon op de beurs te vinden. En dat is eigenlijk de boodschap die ik vandaag echt wil duidelijk maken. Van kijk, ik ben absoluut het eens met het beschermen van het vermogen. En dat we voor een tijd staan, een crash die dat eigenlijk enorm gaat zijn. En ik zie als oorzaak misschien minder alle geldzaken. Mijn oorzaak zijn die passieve fondsen. Die passieve fondsen zit dom geld in. Dat geld wordt daar ingepompt. In het gedacht van, je moet maandelijks investeren. Als je maandelijks investeert, de beurs doet dat, dus je zult mee dat doen. Maar wat er vergeten wordt, is dat er achter elke portefeuille zit een persoon achter. En als die persoon, menselijk wezen, zijn emoties naar boven komen, en dat is ook net hetgeen dat er altijd gebeurt op de beurs, het emotionele wezen verliest op de beurs. Het rationele wezen wint. Het zijn er spijtig genoeg, maar helaas. Dat is dan weer terug naar den boek. Hè. Den boek gaat daar dan eigenlijk op verder. Hoe hoor ik dat rationeel denkend... Maar als die passieve fondsen iedereen tegelijkertijd uitgaat, dan is de uitgang gewoon veel te klein. Dan spreken we inderdaad, ik hoorde er straks 50%, ik hoop dat je daarbij gaat blijven. Lig ik daarvan wakker? Als eender welk bedrijf in mijn portefeuille 50% zakt, in alle eerlijkheid, ik lig daar niet van wakker. Waarom niet? Omdat ik weet wat mijn bedrijf waard is. En als dat morgen 50% minder waard is, dat is niet leuk om dat in mijn portefeuille te zien, maar ik heb tijd van wachten. Ik koop ook geen bedrijf, ik heb geen geld vandaag nodig. Ik koop ook geen bedrijf dat ik morgen wil verkopen. Als dat 3 jaar duurt voor terug op zijn waarde te geraken en verder stijgt, voor mij goed. Ik kan daar best mee om. Waarom? Omdat ik weet van die waarde van die bedrijven, die blijft van mij. Het boek. Het boek is eigenlijk een visie van ja, hoe dat ik en dan misschien breder Smart Capital naar de beurs kijkt. De beurs is een volatiel gebeuren. De beurs stijgt en daalt. Dat is iets dat altijd al zo geweest is. Zal ook nooit veranderen. En eigenlijk is dat net iets... Die volatiliteit in de beleggingswereld, in fondsen, wordt altijd geclasseerd als een risico. Dat is absoluut geen risico. Dat is net de opportuniteit, die volatiliteit. Dat op en neer bewegen is iets om gebruik van te maken. Daar ga ik het boek dan dieper op in. Als ik hier een uur tijd had, dan wou ik dat ook best doen, maar dat lukt niet. Verder in het boek ga ik in op wat de valkuilen zijn van beleggen in individuele aandelen. En het grootste valkuil is, en daar ga ik een quote voor gebruiken van een andere grote belegger, Joel Greenblatt. Beleggen in individuele aandelen zonder dat je weet wat je doet, is zoals het rennen door een dynamietfabriek met een brandende lucifer. Je kan het overleven, maar je blijft een idioot.
En daar komt het eigenlijk wel op neer. De meeste mensen die op de beurs starten, die kijken heel veel naar koersbewegingen. En die beginnen daar patronen uit te analyseren en denken van, ik kan een systeem uitvinden of weet ik veel wat, die dat gaat verzorgen dat ik rijk ga worden. Zo marcheert de beurs niet. De beurs is, terug opnieuw hoe wij er nog kijken, dat is een verzameling van bedrijven waar je mee in kunt deelnemen. En als je altijd vanuit het ondernemersstandpunt naar de beurs kijkt, dan ga je ook anders handelen. Dat vind ik een heel belangrijk gegeven. Net hetzelfde, die families, die holdings, die doen dat ook. Die gaan uiteindelijk, je zult geen een van die holdings een bedrijf zien kopen en 1-2 jaar later dat terug verkopen. Dat zijn ook geen venture capitalisten. Die gaan ook niet binnen een vaste patroon van maximaal 7 jaar en we moeten eruit. Die zitten soms 20, 30, 40 jaar in datzelfde kapitaal. En als ze dan uitstappen, dan is het meestal, dan kun je best mee volgen, want dan weten ze iets meer als wij. In het boek ga ik ook in op het falen van ons brein. Uiteindelijk is ons menselijk brein is dat niet gemaakt om op de beurs te beleggen. Het is geen rationeel gebeurde beurs, want heel veel mensen denken beleggen op de beurs is een wetenschap. Absoluut niet mee eens. Er is ook een titel, de kunst van beleggen. Daar ben ik ook niet mee eens dat het een kunst is. Voor mij is dat een ambacht. Technieken moeten kennen en kunnen. Voor de rest is het gewoon heel veel ervaring dat je moet opdoen. En als je dan een klein beetje talent hebt, zul je misschien nog net iets meer halen dan een andere, maar uiteindelijk dat verschil niet zo groot zijn. Het falen van je brein is iets dat je dus moet leren tegen te gaan. Een heel leuk voorbeeld dat ik ervan heb in het boek is een paar shoes en een bal kosten samen 110 euro. De shoes kosten 100 euro meer dan de bal. Hoeveel kost een bal? En ik kan niet vragen, maar wie van jullie dacht allemaal 10 euro als eerste reactie? Dat zijn er eigenlijk heel weinig. Want de meeste mensen reageren direct 10 euro, maar dat is niet waar. Dat is 105 euro. Als die een bal 5 euro kost, en die shoes die kosten 100 euro meer, 105 euro is samen 110 euro. Maar ons brein is daar niet voor gemaakt. Je wilt rap reageren, dat komt uit een oertijd. Als er een beer afkwam en de mensen begonnen te lopen, je moest meelopen of je waart eraan. Dat is iets dat je op de beurs niet mocht doen. Dus dat is iets dat ook in het boek heel veel aandacht krijgt. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, het boek is ook deels psychologisch. En voor de rest is het eigenlijk een verslag van wat ik goed en fout gedaan heb op de beurs. En dan kom ik op de titel, verdubbel je geld in 5 jaar. Uiteraard is die door de uitgeverij gekozen, omdat dat heel veel mensen aantrekt, ermee dat we ook al aan een tweede druk zitten. Maar uiteindelijk is het ook wel op realiteit gebaseerd. Ik heb de afgelopen 15 jaar 13,85% gemaakt. Als je dat compound uitrekent, zit je dus inderdaad 5 jaar en 10 weken. Dat is geen rechte lijn. Dat is helaas, want we zouden graag hebben dat de beurs 1+1+1+1 gaat, maar we hebben gewoon stijgingen en dalingen. We zitten periodes in dat er op 2,5 jaar lukt. We zitten nu in een periode dat al 7 jaar is dat ik eigenlijk aan het vechten ben. We zitten in een enorm rare periode momenteel, waarin dat de beurzen eigenlijk te hoog staan en andere aandelen te laag. Is dat nieuw? Nee, we hebben nog zo'n periode gekend, de Nifty 50 periode. Ik weet niet wie van jullie dat die kent. Dat is uiteindelijk een periode geweest dat op de beurs de 50 grootste bedrijven in Amerika, groeibedrijven, dat was het enige dat nog gekocht werd. Elke klant wou gewoon dat, elke vermogensbeheerder bood gewoon dat product aan. Nifty 50, die 50 aandelen en meer niet. Ik heb de indruk dat we terug in zo'n periode zitten. Al de andere aandelen durven eruit vallen, durven eigenlijk veel te goedkoop zijn, maar die blijven duur. We zitten vandaag met een Google, Facebook, Amazon, Netflix, die Tesla, die hebben gigantische waarderingen. Dat is absoluut niet meer met de realiteit kunnen stroken. Die kunnen zelfs die realiteit amper nog waarmaken. En dat is iets dat ik denk van ja, er zijn enorm veel kansen momenteel nog op de beurs te vinden. Het zijn altijd kleine kansjes en er houdt risico aan. Maar ik ben er zeker van dat als de crash komt en je hebt inderdaad die noodzakelijke cash, dan is het moment om ook echt te kunnen beginnen aan je waarde beleggen. Ik ga even terug naar deze slide, omdat dat voor mij de belangrijkste is. Ik weet dat macro-trends beschermen van kapitaal is en in mijn ogen zijn die holdings. Ik heb er hier nu 4 opgezet, dat zijn de 4 die ik zelf echt opvolg. Maar uiteindelijk heb je Berkshire Hathaway in Amerika van Warren Buffett zelf. Exor in Italië van de familie Agnelli, van Fiat en New Holland Tractor is dat ook geloof ik. Bolloré in Frankrijk, Financière Alba in Spanje. In elk land zijn er gewoon holdings te vinden. Dus als je zelf zegt van ik wil spreiden naar landen. Persoonlijk koop ik liever dicht bij huis. Waarom? Omdat die op zich eigenlijk al voldoende in andere landen zitten. En
dan weet je tenminste dat je met de Belgische wetgeving te maken hebt. Better the evil you know, zeggen we dan. Dus voilà. Ik heb het specifiek kort gehouden omdat ik vooral dit punt eigenlijk wou benadrukken. En ik sta natuurlijk open voor vragen. Ah. Zijn er vragen? Meer hier? Wacht even op de micro. Wat is de stand van zaken voor de groene voorheffingsproblematiek of de fiscale problematiek op de groene voorheffingen van buitenlandse oorsprong in België? Het is altijd een haat-liefde-verhouding geweest, buitenlandse taxatie, Belgische taxatie, de belastingsverdragen op het landschap. Zit daar nu de inscriptie en daar heel goede inspanningen voor gedaan om dat fiscaal zeg maar, zijn te neutraliseren of te optimaliseren in ieder geval de persoonlijke belasting? Is dat nu al wat verder evolutie gekomen? Is er nog altijd een probleem? Hetgeen dat wij hebben in België is een uniek stuk. Eerst bronbelasting betalen en daarna nog de volledige 30%. Dat is iets dat eigenlijk geen een ander land doet. Die werken het meestal anders en die halen dan die bronbelasting al daar eruit. We hebben inderdaad ons dubbelvestingverdrag, dat we een stuk aan de bron soms kunnen terugkrijgen. Gelukkig werken de banken daar meer en meer goed in mee. Bingbank bijvoorbeeld heeft echt een volledige service opgestart. Die 30% die is hallucinant hoog erbovenop. Dat komt ook weer nergens anders tegen in de wereld, spijtig genoeg. Zitten we er als Belgen mee. Je hoort in de wandelgangen dat daar inderdaad, dat ze dat voelen. Van we zitten hier te hoog, we moeten iets gaan doen, we moeten mensen terug naar de beurs brengen. Want uiteindelijk, al dat geld op die spaarbox is, dat is accident waiting to happen. Dat is echt iets, dat gaat rampzalig aflopen voor de pensioenen. Dus ze weten van, we moeten er iets aan doen. Je voelt dat er iets gebeurt. Onder andere inderdaad beleggingsclubs. VFB is daar heel actief in, maar ook naast de VFB... grotere beleggers en zo ook. Want ze hebben dan ook iets heel oneerlijk gemaakt dat een nieuw vennootschap aan 15% zijn dividenden kan uitkeren en een oude vennootschap betaalt aan 30%. Er komt enorm veel tegenkanting, maar of er nu effectief wijzigingen gaan komen, ja, we zullen eerst moeten zien wie dat we in de regering krijgen, vrees ik. En ik vrees dat dat met de PS zal zijn en dat we dan nog minstens 4-5 jaar verder zitten. Goed, nog. Bepaalde reden waarom dat GBL in GINF er niet bij staat? GINF, heel duidelijk omdat de overheid erin zit. De overheid zit daarmee tussen. Bpost, Proximus, GINF, dat zijn voor mij bedrijven die er sowieso tussenuit liggen. De overheid is een onbetrouwbaar partner. Dus dat is de reden voor GINF. Pessimist. Nee, realistisch. Hè? Dat is iets waar we dus wel heel duidelijk, heel goed in overeenkomen. GBL... Eigenlijk, die hebben erin gezeten. Ik heb ze eruit gegooid, omdat het moment dat de kleinzoon van Freire vond dat hij recht had als familielid van op het stoeltje in de Nationale Bank. Dat was voor mij eigenlijk een breekpunt. Dan had ik zoiets van, die mentaliteit is niet meer degene dat eigenlijk hoort. En dat is niet een familie dat ik mijn geld wil laten beheren. Dan. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat is misschien heel pietluttig op iets klein. Want uiteindelijk zitten er nu heel leuke bedrijven in. Vroeger was het wat anders, al die grote Franse bedrijven vond ik maar niks. Nu zitten er wel heel veel leuke nieuwe bedrijven in. Maar ja, het is een beetje de mentaliteit dat ik een beetje problemen heb. Dat is iets dat je dus bijvoorbeeld, Sofira is heel gesloten, maar ook bij Akkermans van Aaren en zo, dat is veel ondernemender, dynamischer, minder zo dat entitled, wil ik dat zeggen. Dus dat is eigenlijk de reden van GBL. De titel van uw uiteenzetting is hoe verdubbel je je geld op 5 jaar tijd? In een boek, ja. Ja. Klopt het dat het antwoord op deze vraag is, koop deze 4 holdings? Heb ik dat goed begrepen? Nee. Van die holdings mocht je rekenen dat je rond de 9% rendement per jaar gaat zitten. Daar is het de studie die ik nu al echt wel vind van 2004, 2005 aan het volgen zijn, zit er rond de 9% rendement. Terwijl dat als je wilt verdubbelen elke 5 jaar, moet je 14% halen. Dus dat is wel echt individuele aandelen dat erbij moet komen. En wil ik graag ook willen weten hoe je je geld op 5 jaar tijd verdubbelt? Door te beleggen in individuele aandelen. Dat is allemaal echt via individuele aandelen. Dus een aandeel, Picanol, is een van de... Want uiteindelijk zijn het altijd... Je koopt veel aandelen en uiteindelijk zit een paar die dat je echt waar maken.
Picanol heeft over laatst in de krant gestaan, was de beste presteerder van het afgelopen decennium. Die zat ook heel het decennium bij mij in portefeuille. Als je een bedrijfsleider hebt die dat instapt, zijn eigen kapitaal erin legt, in een verlies laat een bedrijf op het randje van faillissement, op die moment interview geeft en zegt van ik neem nooit een loon op totdat alle schulden zijn terugbetaald en dat verlies het verleden is weggewerkt, dan weet je van je dit met iemand uniek te doen. Als je daar dan naast zit in een topproduct weefgetouwen en iemand dat heel goed kapitaalallocatie kan, want ondertussen heeft hij met al het vrije geld al bekend een tweede bedrijf volledig opgekocht, ja, dan gaat dat aandeel, het is van 1,8 gestegen op een gegeven moment tot 106. Ik zat er pas in op 10. Maar dan nog, hè, dat is... Allee, dat zijn gewoon leuke verhalen. En zo zit het op de beurs vol. Dat is het leuke aan de beurs. Je kunt zoveel aandelen vinden die dat inderdaad dat potentieel hebben. Er zitten een aantal momenteel uiteraard in een brief. En ook niet alles loopt goed af. Hè. Dat staat ook in een boek heel duidelijk beschreven. Want daar heb ik commentaar, eigenlijk complimenten van gehad. De eerlijkheid, dat ik ook de mislukkingen eigenlijk... Maar die hoort er gewoon bij. Het is de som van het geheel dat ervoor zorgt dat je toch dat resultaat kunt halen. Goed, erachter is er nog een vraag. Wat bepaalt volgens u dat sommige holdings bovenwaarding en andere onderwaarding, ik doe daarmee in vergelijking met hun belegging, noteren? Is daar een tijd achter als redenering of is dat toeval? Dat is ook weer een vrij uniek gegeven. Holdings hebben altijd met een bepaalde korting genoteerd. Dat noemen ze ook de decode, de holding decode. Die is er altijd geweest, die is eigenlijk de laatste 2 jaar maar verdwenen. Dus dat is een nieuw gegeven. En ik denk dat daarin eigenlijk een heel groot deel te maken heeft. Ik denk dat GBL inderdaad daar botst. Want die zit momenteel met de grootste korting dat die nog noteren. Ik denk dat die daar echt botsen op de persoonlijkheid van het management. Sofina heeft altijd 40-50% decode gehad, gigantisch veel. Ze hebben 2 jaar geleden een nieuwsbrief opgestart, waarin ze echt open kaart meer beginnen spelen. En die korting is gewoon volledig weggewerkt. Dus ik denk dat het heel veel met de communicatie van de bedrijven te maken heeft. Ik verwacht dat die korting gaat terugkomen. Dus als je in een holding stapt, dan denk ik, als je vandaag erin stapt, in deze, dan moet je niet denken van, ik heb volgend jaar, want vorig jaar wel 20% winst, ik verwacht niet dat die nog eens 20% gaan stijgen. Deze is echt voor te zeggen van, voor de lange termijn, dit is hetgeen dat ik koop voor mijn kinderen, voor als ik er zelf niet meer ben, voor het individuele aandeel te doen. Dat is een portefeuille dat ik eigenlijk voor hen aan het maken ben, voor als ik er niet meer ben. Dat is echt voor te zeggen van, wel 50, 100 jaar dat je erin mee kunt. Ik heb er straks horen zeggen, 90% van de bedrijven verdwijnt. Die hebben geen 100-jarig leven. Dat klopt inderdaad, dat is een unicum. Kodak, dat komt nu uit mijn eigen wereld. Ik heb vroeger fotowinkels gehad. Maar Kodak, dat was een topbedrijf. Dat was één van de Nifty 50, niet kapot te krijgen, zo gezegd. Wat zien we gebeuren? Ze creëren de digitale camera in 1982 was dat. En ze zeggen van, goh, dat gaan we niet doen. Want we gaan onze fotopapierbusiness ermee kapot maken. Ze hebben die op het schap gezet. Er is een ander bedrijf meegekomen en ze hebben Kodak gewoon kapot gemaakt. De foto's verdwenen. Dus dat is inderdaad, dat is iets dat constant gebeurt. Maar dat is iets dat zij voor u in oog houden. Zij hebben die bedrijven in hun portefeuille en zij zijn nu hun eigen geld aan het beheren. Dus dat zijn zaken dat je wel eigenlijk, zolang ze beursgenoteerd willen blijven, gewoon in kunt blijven zitten. En aansluitend is Sofina niet een beetje te veel doorgeschoten de laatste tijd om dat nu nog in te brengen? Goh. Dat hangt eigenlijk ervan af in welke mate de private equity overgewaardeerd is momenteel. Dus ik ben eigenlijk ervan overtuigd dat alle waardes momenteel wel aan de hoge kant zijn. Omdat de private equity, het geld moet ergens naartoe, het klotst tegen de kant, het moet ergens naartoe en het is enorm veel naar private equity ontgaan. Het stond vandaag toevallig nog in de krant, er is vorig jaar één bedrijf naar de Belgische beurs gekomen. Uiteindelijk was het Secana Medical. Waarom? Omdat die in private equity het moeilijk hebben voor gefinancierd te raken. Al de rest vindt wel ergens geld. Al die rijke families die hebben ook echt momenteel heel veel cash. Dus de vraag is eigenlijk, die private equity, wat gaat die doen? Want ik denk dat eigenlijk, als er een overwaardering zit in Sofina, zit hem daar. Niet in de beursgenoteerde aandelen waar ze in zitten. En dat is iets dat heel moeilijk in te schatten is. En ook werd zelfs al is het vandaag een beetje te duur, denk ik dat het nog beter is van een beetje te duur in hen te zitten, dan met te veel cash op de rekening te zitten. Dat is de... Dus op een dag komt bio-ethics ook op het impact? Ik verwacht zoiets, alleen niet per se.
Die wilde naar de beurs. Ik denk niet dat er een voor een of andere grotere er tussenuit lukt. Ja? Sam, ik heb zelf nog een vraag. Warren Buffett, die toch de inspirator is tegenwoordig van waardebeleggen. Als je zijn holding bekijkt, die liquideert steeds meer. Die heeft steeds meer cash. Ja. Wat is uw reactie erop? Je zegt, ja, cash heb je niet nodig, is niet goed. Hij doet het wel, het is jouw voorbeeld. Maar hij zit in dollar. Ik denk dat dat... Dus gelijk gezegd, ik denk dat de dollar als munt langer zal overleven. Ik denk dat dat er straks ook heel duidelijk uiteengezet is. Ja. Dat geloof ben ik ook toegedaan. Warren Buffett is ook een enorme optimist. Die gelooft ook niet dat Amerika iets mee kan gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat toch enigszins wel geloof. Hè. Zeker na jullie nog eens bezig gehoord hebben. Eurozone erin tegen de euro, dat is lijkt mij ten dode opgeschreven. Daarmee dat eigenlijk die cash, we leven in euro's. Maar hij ook denkt dat de dollar gaat stijgen. Ik denk niet dat hij denkt dat de dollar gaat stijgen. Bij hem is het gewoon, hij vindt niks voor te kopen, dus dan verkiest hij cash boven. Hij heeft nooit echt aan hedging gedaan of speculatie op de beurzen. Of het moest zijn dat er echt in arbitrage enorme verschillen zaten. Maar eigenlijk is dat puur kijken naar het bedrijf. Ja,